voor mij was het hoogtepunt echt wel, of de verandering echt wel, ik merkte dat het geaccepteerd werd, dat ik bijvoorbeeld een set van 1,5 uur mocht draaien. En dat was heel wat. En dat k monitoren kreeg. Want DJ's, die hoefden toch helemaal geen monitoren. Ja, hoezo monitoren? Je bent toch geen band? Vrijdag de 13e, de Sens. Hier de update. De Sens, dat was echt. Ja, voor mij was het echte gevoel dat muziek, dat je met muziek gewoon heel veel kon doen. Dat je echt een tent helemaal op zijn kop kon zetten. Dat begon eigenlijk daar. En dat was ook tegelijkertijd een beetje de periode 85 tot 89 geweest, dat ik daar heb gedraaid. En toen kwam ook die hele new wave. Pre-house golf via België, want wij waren veel meer, ik woonde in Eindhoven, dus wij keken niet zo naar wat er in Amsterdam gebeurde, wij keken meer naar wat er in België aan de gang was. Dus had je Antje en Belgique en La Rocca in Lier en ja, dat soort plekken gingen we dan naartoe, want in Eindhoven sloot alles om 2 uur en dan ging ik draaien tot 2 uur in de Sens en dan daarna met z'n allen, hup in de auto, waren we om 3:10. Waren we in Antwerpen en dan ging het dan nog tot 6 uur door. Zo leuk. Funky Business. Oh ja, Funky Business moeten we natuurlijk ook even hebben. Funky Business. Ja, daar werd ik meestal ook gevraagd. En we hadden zelf, ik had er zelf ook wel een avond. Kijk, Funky Business, zo begon dat. Openingsfeest met Lady Ida van de Funky Business. En dat is geweest in, nou, ik zou het niet meer weten. En dan ga je eigenlijk keihard lachen. Ja, echt. Ik kon helemaal niet mixen. Ik mixte helemaal niet. Ik had voor die oude Lenko's. En dan had je een hendeltje. Dan kon je op 43, 33, 45, 78. En ja, dan moest je een beetje improviseren. Dan moest je een beetje mee hengelen. Dus eigenlijk pas vanaf 89, 88... kwam ik in een club te draaien in de Berlage. Waar ze draaitafels hadden met de pitch control. Dus ik heb eigenlijk het helemaal live moeten leren om platen aan elkaar te kunnen mixen. In het begin van de houseperiode was er heel veel hoop aversie van een hele hoop clubeigenaren. Er waren maar enkele clubs in Nederland waar je echt de hele avond, waar echt een houseparty aan de gang was. Waar je de hele avond housemuziek hoorde. Het publiek was heel erg met nummers bezig en niet met tracks. En een track is natuurlijk een nummer van 2,5 uur, want ja, dat bestaat uit heel veel nummers en een mix. Dus altijd als DJ aan de zijkant, nooit pontificaal op het podium, altijd ondergeschikt aan de band. En op een gegeven moment heb ik me van daaruit, eigenlijk een plek op het podium geworsteld. Ik bedoel, zo ook de eerste dance set, dat was echt. Lowlands draaide ik met Steve Green van de Matzo. En stonden we daar in de Bravo tent met 5000 rock mensen, rock fanaten voor ons. Nou, ik had echt zoiets van, ja, ik krijg zo meteen tomaten naar mijn hoofd, weet je wel. Of bier naar mijn hoofd. Ja. En hoe werd het ontvangen? Handen gingen in de lucht. Ja, dit is mijn fluid, mijn heilige fluid boek. Future Sound of Eindhoven. De klank van Eindhoven klinkt bij druk bezocht jubileum evenaar. En dat, mijn laatste fluid, dat was op 20 november 2004. En de flyer was een foto van mezelf en ik had op de flyer had ik een briefje geschreven voor alle mensen die altijd op Fluid kwamen. Een decennium lang dansten we samen, jij en ik. We hebben regelmatig oogcontact. Soms duik je even weg in de rook. En als die is opgetrokken, zie ik je weer. Met je ogen dicht. En dan weet ik dat ik je ziel heb geraakt. Omdat ik dat moment zeker weet dat er geen volgende Fluid meer zou zijn. En ik nog één keer je gevoelige snaar wil raken. Oh, nou krijg ik het zelf wel, want kwaad niet meer. Nou mag je niet filmen. Het was niet de DJ die bepalend was voor
de avond in de Effenaar. Het was het concept Fluid. Waarbij mensen wisten van Lady Ida is er en die heeft iemand uitgenodigd. En het is techno. Maar welke kant het op gaat? Het kan alle kanten op, want binnen techno heb je natuurlijk ook weer zoveel uitersten. Ik was dan de host en ik ging de DJ's zelf halen op het vliegveld. Ik haalde iedereen zelf af. Ik bedoel, en nu heb je te maken met managers en zo, maar Jeff Mills, ik bedoel, ik kookte dan voor Jeff Mills hier thuis en dan kwam die eten. Oh ja, de eerste keer dat ik op Borealis draaide in Zuid-Frankrijk met, in 1995 was dat. Met de Orb, Live en Underworld. Ja, dat was heel erg mooi. In Zuid-Frankrijk werden we eerst natuurlijk helemaal gestript op Marseille Airport. Want er is natuurlijk Amsterdam-Marseille is natuurlijk de drugslijn. Dus als je dan met platen Frankrijk in kwam, ja, dat was nog echt oppassen. Want dan werd je aangehouden en dan keken ze en dan zeiden ze techno. En dan zei je no, funk en disco. En dan kon je door. Maar soms keken ze wel eens die platen en dan stond er een beetje techno-achtig. Kon je meteen mee hoor. En wat mij het meeste aantrok in techno was de ruwe bolster blanke pit. En ja, eigenlijk wel. Want eigenlijk is het zo van, in techno hoor je emoties. Emoties van mensen in een werkende stad. Je kunt in een hele industriële harde track, kun je gewoon ook een ontzettend warm gevoel leggen. Ik zou je dat kunnen laten horen. Underground Resistance bijvoorbeeld. Ah, oh, hier is die. Ja, oh, die is zo geweldig. The Final Frontier. Dit is gewoon mijn allermooiste classic. Aller tijden. Dit is een typisch voorbeeld van een minimalistische harde plaat waar gewoon mega veel emotie in zit. Nou, komt ie. Gewoon een mineur wat je hoort. En dat is die emotie wat je voelt. Dus eigenlijk is het een behoorlijke heftige plaat. Maar doordat er die string zo, echt zo, zo'n dramatische string. Ja, dan krijg ik gewoon, ja, Kraftwerk Eindhoven is gewoon Düsseldorf Eindhoven is Kraftwerk heeft hier een hele belangrijke taak of een hele belangrijke plek in Eindhoven, omdat het de allereerste band was, elektronica band, die door Philips werd getekend. En Philips is natuurlijk Eindhoven. Dus ik denk dat voor mij de weg naar echt de techno, waar zo min mogelijk in gezongen werd, waar veel meer met elektronica en met samples een gevoel overheerste in plaats van met joelen en met zang. Het is gekomen door de minimalisme in wat ik vond in Kraftwerk tracks. Al is iets nog zo commercieel en zo uitgekoud, er is altijd een voorhoede die bezig is met het ontwikkelen van nieuwe dingen. Daar ben ik altijd naar op zoek blijven gaan. Ik kan niet zonder die voorhoede, want dan zou ik het ook nooit 25 jaar hebben volgehouden. Dat vier ik volgend jaar, dat ik dat toch wel op Lowlands mag vieren. He, dat ze me honoreren met een optreden. Maar dan is het weer een speciaal iets. Dat is namelijk het verschil tussen iets wat blijft en iets wat zich doorontwikkelt en iets wat alleen maar een hype is en voorbij gaat. En daarom vind ik het zo fantastisch dat niemand daar gelijk in had. Van het is een hype, het vliegt wel over. Nee, het ontwikkelt zich door. En het ontwikkelt zich zowel commercieel door, zodat er mensen heel dik geld aan kunnen verdienen. Is prima. Maar je vindt mij daar niet. Ik ben daar niet. Ik ben een DJ-school begonnen. Omdat ik vond dat het nu wel eens tijd werd, na 20 jaar, dat mensen die willen leren draaien, dat die ook niet alleen leren om technisch met plaatjes een beetje te draaien en ergens op een podium te staan en handen in de lucht als Tiësto. Want dat is de droom van elke beginnende DJ. En ja, ik vind het belangrijk dat je weet waar het vandaan komt. Dat je weet wat je in je handen hebt, hoe dat ooit begonnen is.